Het uitgaanspubliek is de coronamaatregelen helemaal zat. Dit werd zaterdag maar weer eens onderstreept op de Leidse Lammermarkt, waar poppodium Gebroeders de Nobel een manifestatie organiseerde. Om de boodschap kracht bij te zetten, gaven ze de manifestatie de titel De Nacht Wacht. Het was aangekondigd als een vrolijke bijeenkomst, en dat werd het ook, maar wel koud. Er waaide een gure wind over het plein waar zich zo'n 100 mensen hadden verzameld. Na de weliswaar nog beperkte heropening van restaurants en cafés is het nu tijd om tegemoet te komen aan het uitgaanspubliek. Dat vindt de organisatie die opkomt voor het uitgaanspubliek dat na 10 uur nog ergens heen wil of ergens wil blijven. Half februari volgt opnieuw een weegmoment door het huidige kabinet en wordt duidelijk of en wanneer de huidige beperkende maatregelen verder worden versoepeld of afgeschaft. Aanstaande zaterdag volgt een nieuw protest, dan openen in heel Nederland de nachtclubs hun deuren. In tegenstelling tot de manifestatie op zaterdagmiddag is dit volgens de geldende coronaregels niet toegestaan. In Leiden doen Gebroeders de Nobel, Club Kiki en de Wiebar mee met Leiden staat op. Imke van Dijk van S-Art Foundation. We staan hier in het energiepark met een hele bijzondere tentoonstelling. Waar kijken we hier naar? We kijken naar een buitententoonstelling. We hebben die ook speciaal bedacht om het ook in coronatijden te kunnen echt kunst te kunnen brengen. En normaal ga je een ruimte in om dan iets te zien. En nu hebben we heel veel projecties van binnen naar buiten laten schijnen. Dus we projecteren op de ramen, zodat je eigenlijk van buitenaf kunstvideo's kan zien. En er zijn ook lichtprojecties. En ook een lichtprojectie die interactief is. Dus waar je eigen contour zichtbaar wordt op de gevel. En waar je dus mee kan spelen. Omdat je ook nog verdubbeld wordt. Dus het is een route rond de lichtfabriek. Waarbij je veel verschillende soort lichtkunst kan zien. Het gebied heeft al sfeer, maar het werkt wel heel versterkend dat er ook lichtkunst te zien is. En ook hele onverwachte dingen ga je zien. Het gaat echt over verwondering en dat is ook het onverwachte. Zoals dat er een schoonzwemster achter de ramen langs zwemt. Dat zijn dingen die je niet verwacht en wat eigenlijk ook de fantasie en de nieuwsgierigheid prikkelen. En dat is eigenlijk het belangrijkste. En dat is ook de link met Leiden 2022. Elke dag nieuwsgierig. Dus je te laten prikkelen van echt die verwondering aan te wakkeren. Het is nog deze hele maand, hè, februari. Ja, de hele maand februari. En dan is het Papegaaise Bolwerk, dat is de oude watergasfabriek, open donderdag, vrijdag en zaterdag. Van 8 tot 10. En vrijdag gaan we open al vanaf 6 uur. Maar het wordt zo'n beetje donker rond die. Het begint donker te worden rond die tijd. Dus of 6:30 is een mooie tijd om ook nog met jonge kinderen te komen kijken. Want die vinden dat echt superleuk. Hebben we al gemerkt. Maar als je speciaal komt, kom dan vooral donderdag, vrijdag of zaterdag. Nee, het weer is niet het best. We hebben gebruikt een flamethrower om de grond droog te maken. En het werkt tot nu wel. Ondanks het slechte weer lukte het de Franse kunstenaar Philemon Bavarel vorige week om een bijzondere tekening te maken op de Korenbrug in Leiden. Het is een illusie, dus je moet vanaf een punt de schilderij kijken en dan... Het lijkt een beetje als 3D. Bavarel maakte zijn kunstwerk in opdracht van het Rijksmuseum van Oudheden. Straks zie je, het geeft een illusie van een Romeinse opgraving. Dus je kijkt als het ware door de grond naar de bodem waar dan die Romeinse opgraving zichtbaar is. Ter promotie van de heropening van onze tentoonstelling over keizer Domitianus. De tentoonstelling is nu in het museum te zien en op het moment dat die geopend werd... Was hij 2 dagen open, toen moesten we helaas weer sluiten vanwege de lockdown. Het museum lanceert ook een Instagram-filter waarmee voorbijgangers zichzelf als Romeins standbeeld op de foto kunnen zetten. Gebaseerd op een van de bustes van Domitianus in onze tentoonstelling
En dan maak je als het ware van jezelf een buste die je overal in de ruimte kan plaatsen. Dus ook bijvoorbeeld hier op de sokkel, op de Kornbrug, maar ook in de tentoonstelling of gewoon thuis bij jou op het bureau. Ik heb tot ongeveer 5:30 en ik hoop dat ik alles kan afmaken voor die tijd. Ja. Het was een dagje later, maar het resultaat mag er zijn. De tekening blijft enkele weken zichtbaar op de brug. Het dak ging er dinsdagochtend af in Café De Meester. Familie en vrienden van Kjeld Nuis hadden zich in het dorpscafé in Zoeterwoude verzameld om te zien hoe de schaatser, die in Zoeterwoude opgroeide, een gouden medaille in de wacht sleepte op de 1500 meter van de Olympische Spelen. Ook de vader en moeder van held Kjeld zochten het café op. Ja, de weg ernaartoe was zo lastig, zo moeilijk. En concurrentie was heel dichtbij. Thomas Krol of Kjeld, Kjeld of Thomas Krol. Kjeld was de laatste twee keer beter. Heeft hem blijkbaar voldoende vertrouwen gegeven om het ook zo af te maken. Maar ik had veel meer verwacht van Ning en van Mantilla. En die waren er vandaag echt niet. Dus het is 1-2 Nederland. Dus fantastisch. Aan de ene kant kijk je naar zo'n dag uit en aan de andere kant denk je, ik hoop gewoon dat hij snel voorbij is. Het is gewoon killing. Maar goed, we zijn hier nu vanwege familieomstandigheden, dus ik denk, dan vind ik het leukst om hier te kijken. De meester is echt fantastisch. En ik hoop dat hij nog even belt, maar dat doet hij wel. Dat doet hij wel, ja. En dat deed hij. Direct na de prijsuitreiking werd er onder toezicht oog van de verzamelde pers kort contact gelegd met Nuis in China. Aan de gevel van het tijdelijke schaatscafé hangen de Nederlandse Olympische medailles. Aan vader Nuis de eer om die van zijn zoon toe te voegen. Schaatsfan en café-eigenaar Yvonne van der Geest is trots dat de familie Nuis de wedstrijd bij haar kwam kijken. Ik ben altijd onwijs vereerd als de familie hier komt kijken. Want dat heb ik ook niet iedere dag over de vloer. Dus heel leuk. En waarom elk Olympische Spelen weer een heel schaatscafé hier? Deze keer liet het zich raden. We zitten al 2 jaar in een vrij vervelende situatie voor een café. En wij dachten dat we met de persconferentie maar tot 5 uur als openingstijd zouden krijgen. Dus wij hadden zoiets van, nou dan gaan we weer volle bak op het schaatsen zitten. Want dat is in de ochtend en kunnen we nog misschien wat doen. En vervolgens pakt het qua openingstijden veel gunstiger uit. Maar het is ook gewoon onwijs leuk om met elkaar naar schaatsen te kijken. Want schaatspubliek, dat zijn mensen die voor de gezelligheid komen. En die heel veel respect hebben voor de sportieve prestaties van mensen. En dat zie je. Het hele café is stil en kijk mee en leef mee. En dat is onwijs gaaf om te doen op deze manier. Drie bedrijven van het Leidse Bioscience Park organiseerden vrijdagochtend een speciale editie van de bekende talkshow De Wereld Draait Door. Burgemeester Henri Lenfrink was een van de gasten. Hij vertelde over Leiden als wetenschapsstad. Waar wij ontzettend trots op zijn is dat we natuurlijk dit jaar European City of Science zijn geworden. Het lijkt een beetje op Europese culturele hoofdstad, maar nu van de wetenschap. En dat past heel erg bij ons, want Leiden is al sinds 1575 een echte wetenschapsstad. De oudste universiteit van ons land hebben we. En wetenschap zit bij ons eigenlijk in het DNA. De bijeenkomst werd georganiseerd in Biopartner 5, een bijzonder gebouw aan de rand van het park. Biopartner, dat is eigenlijk een organisatie waar startende en doorgroeiende bedrijven een plekje krijgen met gezamenlijke faciliteiten. En dit is de laatste lood aan de stam van Biopartner, een heel innovatief gebouw dat energie-neutraal is, dat voor een deel is opgebouwd uit gesloopte delen van de Wiskunde en Natuurkunde faculteit. Dat is eigenlijk wat dat betreft prachtig. En het is een voorbeeld van de dynamiek in dit gebied dat we nu al aan Biopartner 5 zijn. En we denken zelfs al stiekem aan Biopartner 6. Ook de voorgenomen sluiting van het kinderhartcentrum van het LUMC kwam in de talkshow ter sprake. Lenfrink is fel tegenstander. Ja, dat zou dramatisch zijn als dat zou verloren gaan. Het is het beste centrum van Nederland. Heel gek dat naar kwaliteit eigenlijk nauwelijks gekeken is. Het is ook een van de 2 grootste in Nederland. Het oudste als het gaat om heel stevig samenwerken, Leiden-Amsterdam.
Dus eigenlijk wel een prachtig voorbeeld van hoe het zou moeten. Wordt ook internationaal als een van de grote voorbeelden gezien. En dat is heel raar dat je die daar nou net uitkiest. Vorige rapporten die lieten steeds zien van ja, deze moet je in ieder geval behouden naar de toekomst toe. En er is eigenlijk nauwelijks enige argumentatie waarom we daarvan af zouden moeten wijken. Ik vind dat de argumenten heel sterk zijn om een andere keuze te maken. Ik hoop dat de Tweede Kamer ook zal uitspreken. Benoem maar een stevige commissie van wijzen met mensen, ook uit Europa, om hier goed naar te kijken. Dan weet ik zeker dat die op een andere keuze komen. Nog het hele jaar is Leiden Europa's wetenschapshoofdstad. Maar wat komt daarna? Dan is het jaar klaar. Maar we denken natuurlijk dit jaar ook na van wat kunnen we nou gebruiken om in de komende periodes nog steeds te profiteren van het feit dat wij dat in 2022 zijn geweest. Welke leuke dingen kunnen we houden? Belangrijke dingen kunnen we houden om in de toekomst ook nog profijt van te trekken. Belangrijke vraag voor ons, daar zijn we dit jaar ook mee bezig. We hebben nog niet alle antwoorden, maar het is wel een belangrijk thema.